De restauratie van het jachthuis is in september 2012 van start gegaan en inmiddels in volle gang. Het project duurt 2 jaar en zal in 2014 gereed zijn. Gedurende de eerste fase van de restauratie, tot oktober 2013, is het jachthuis gesloten voor bezoekers. Op hoofdlijnen worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd. Alle technische installaties van het jachthuis worden gerenoveerd. Elektra, water, afvoerleidingen en overige installaties zoals de centrale verwarming. Er komen brandwerende maatregelen voor de veiligheid van de gasten en het gebouw. Daarom wordt het gebouw gecompartimenteerd. De schil van het jachthuis wordt gerestaureerd, metsel, voeg, lood en leiwerk. De restauratie ligt op schema. Grote delen van het dakwerk zijn gereed en ook is men alweer begonnen om een deel van het steigerwerk af te breken. Door de goede buitentemperaturen kan er nu volop worden gewerkt aan het metsel en benodigde voegwerk. De werkzaamheden aan de kademuur vorderen gestaag en ook het vervangen van 15.000 à 20.000 beschadigde of aangetaste stenen is in volle gang. Omdat er tijdens de restauratie een aantal bijzondere werkzaamheden door specialisten worden verricht, gaan we daar in deze aflevering dieper op in. De vloer in de eet- en theekamers bestaat uit glazen tegeltjes, oftewel granivair. Door hun samenstelling en kleur hebben de tegels een bijzondere uitstraling. Door de jaren heen is het voegwerk sterk achteruit gegaan, waardoor veel tegels niet meer goed vastzitten. Daarom zijn alle 26.000 tegels gecontroleerd. Door middel van overtrekken is de positie van elke tegel vastgelegd en bovendien zijn ze allemaal voorzien van een eigen code. De slecht vastzittende tegels worden stuk voor stuk losgewerkt en de ondergrond gereinigd. Daarna worden ze verder schoongemaakt. Alle oude cementresten moeten eraf. Het granivair wordt nu opnieuw ingelegd volgens het oude patroon. Omdat er geen originele tegels meer zijn, is besloten om er 400 bij te laten maken door het glasbewerkingsbedrijf Brabant in Tilburg. Zij proberen om de oorspronkelijke tegels zo goed mogelijk te reproduceren. Kleine hoeveelheden van dit soort poeders die worden in de mal gedaan, in de oven. Die wordt vervolgens opgewarmd tot ongeveer 830 graden. En moet dan weer heel langzaam afkoelen. Zo'n proces duurt ongeveer 24 uur voor opwarmen en afkoelen. En als die afgekoeld is, dan kunnen we de steentjes uithalen. Nou, dan heb je eigenlijk een soort halffabrikaat, een beetje als dit. Daar heeft dus wat ruwe randen heeft hij nog rondom. En daar moeten we onze laatste bewerkingen aan opdoen. Dus het slijpen en de grove stukken er nog eraf halen. En dan krijg je een eindproduct als dit bijvoorbeeld. Een aantal van de nieuwe tegels zal passend gemaakt worden en opnieuw worden teruggeplaatst in de vloer. Het werk aan de tegelvloer zal dan zo 20 weken hebben geduurd. In 1925 was het jachthuis in technisch opzicht een van de modernste gebouwen van Nederland. Er was een eigen elektriciteitsvoorziening. Elke ruimte was voorzien van verlichting. Daarvoor zijn er toen ruim 150 bijzondere lamparmaturen ontwikkeld. De verlichting is nog in originele staat, maar het voldoet niet meer aan de huidige eisen van elektrische veiligheid. Daarom worden alle armaturen van nieuwe bedrading, fittingen en een aardaansluiting voorzien. En daar waar nodig, schoongemaakt en gerepareerd. Elektromonteur Ralf Sagel is daar maanden mee bezig. Schoonmaken, technisch in orde maken, zorgen dat de fitting weer aan de moderne eisen voldoet. De bedrading ook nakijken en eigenlijk standaard vernieuwen. En de aarde is ook heel belangrijk. Met een speciaal lasapparaat bevestigt hij een pennetje aan het armatuur, waardoor het geaard kan worden. Nou, dit is de kap van de lamp met melkglas. Dat melkglas wordt op een plek gehouden met kleine lipjes. Messing lipjes die wel eens los zijn. En dan betekent dat het glas niet meer op zijn plek blijft. En dan zet ik met nieuwe stukjes messing zet ik er nieuwe sluitlipjes in. Ja, het leuke is denk ik eraan dat je het weer compleet maakt. Dat je er weer een mooie lamp van maakt. Dat je weer de hubertus in kan. Een belangrijk onderdeel van de restauratie is het schilderwerk. Na een grondige analyse van de verflagen en het oorspronkelijke type verf is men hier in de theekamer begonnen met de voorbereidingen.
Uit het onderzoek is gebleken dat dus Bart van der Lek de vermiljoen gebruikte. Dat is een hele mooie dieprode kleur. En we hebben in eerste instantie wat proefjes opgezet, ook wel door verschillende verfleveranciers aangeleverd. En eindelijk zijn we op de vermiljoen uitgekomen. Dat is dus deze kleur. En daarna hebben we dus wat staaltjes gemaakt van het zinkwit. En je kunt ook heel mooi zien de streepjes van de kwast, de kwastenstrepen naar beneden. Dat ziet er gewoon elegant uit. Hier lopen ze over de breedte. En ik heb gewoon voor de gein eens een keertje een stukje opgezet met een rolletje. En dat ziet er heel mooi egaal en strak uit. Maar om het mooi te doen met de kwast, dus die mooie kwastenstrepen erin, dat is ook wel een techniek en een vak op zich. En zo moet het wel weer worden? En zo moet het wel weer worden, ja. Met een klein streepje erin. Voor de brandveiligheid moet de stalen balkconstructie met brandwerende verf worden behandeld. We hebben hem dus eerst helemaal schoongemaakt, op het staal bijna. En een drie lagen brandwerende verf opgezet, tot 400 mm, dus een laag dikte. Daar overheen nog een synthetische laag en dat gaan we straks weer plamuren en dan weer opbouwen met de lijnolie, zoals die toen in de tijd is aangetroffen. Ook worden lichte verkleuringen op de geglazuurde bakstenen in het plafond gerepareerd. Ze hebben in het verleden waarschijnlijk ook heel veel met schoonmaken natuurlijk, met ragebollen, noem maar op, hebben ze de baksteen beschadigd. En daardoor is er waarschijnlijk wat glazuur afgesprongen en die hebben ze in het verleden in 1962 ook wel een keertje geretoucheerd, bijgewerkt. En dat hebben ze toen de tijd gedaan met lijnolie. En lijnolie verkleurt, als dat jarenlang zit, dan wordt dat donkerder en dan verkleurt het. En dan zie je natuurlijk een gigantisch contrast ten opzichte van de glazuur die we nu zien. Nou, wat wij nu doen, we gaan de oude lijnolie verwijderen. En dan gaan we het opnieuw retoucheren met een 100% acryl. En die gaan we dus weer met een paraloid, dat is een soort schilderijen, vernis, gaan we dat weer opnieuw retoucheren. Zodat de glansgraad van de glazuur ook weer terugkomt op de steen. Dus de kleur en de glansgraad. Bij smederij Oldenhaven in het Gelderse Vorden wordt nog ambachtelijk smeedwerk gemaakt. Het bedrijf is ook gespecialiseerd in reproductiewerk van oud beslag. Er moesten bij Hubertus een aantal bronzen deurklinken worden nagemaakt. En ook de uitzetijzers van ramen waren aan vervanging toe. Dit is dan een nieuw bijgegoten klink. Die komt vrij ruw uit de gieterij, zeg maar. Daar wordt een model aan afdruk van gemaakt. En dan dat gietwerk, daar zitten allerlei uitlopen aan. Van, ja, het is natuurlijk, er moeten ontluchtingsgaten met gieten en het moet erin gegoten worden. Dus, en dan, maar dat hele ruwe krijgen wij dan hier aangeleverd. En dan maken wij hem zeg maar, dusdanig dat hij niet van de originele te onderscheiden is. Maar er is wel een enorm kleurverschil. Maar deze is ook nog onbehandeld. Deze, je kunt dat normaal gesproken met een zwavellever, een soort chemische reactie, kun je dit op kleur brengen. En dat is, het ene materiaal en het andere materiaal pakt wat anders uit. Maar in ieder geval, daar kun je, bij benadering kun je die kleur, daar kun je in ieder geval naartoe werken. En dus deze klinken, zeg maar, deze klink had dezelfde kleur. En deze is al wel één keer behandeld om op kleur te brengen. Dus u ziet het verschil. De stalen toegangsdeuren krijgen een opknapbeurt en worden van nieuw sluitwerk voorzien zonder dat daardoor het aanzicht wordt veranderd. Deze deuren moeten aangepast worden voor de brandveiligheid. Er zat een 5, 6 mm dik glas. Ik weet niet eens precies hoe dik het was. Maar er moet nu in ieder geval een 6 mm brandwerend glas ingemaakt worden. En, zoals je ziet is dit met de houten glaslaat, die is wat hoger. Hebben we nieuwe glaslaten bijgemaakt om de tussenruimte voor het glas zeg maar, wat te vergroten. Zodat het er allemaal straks goed brandwerend en brandveilig ingemaakt kan worden. Vanaf 3 juni is het jachthuis gedeeltelijk geopend voor het publiek en in oktober weer in zijn geheel. In april volgend jaar is de gehele restauratie afgerond.